De Nederlandse Lakenvelder en Voorwerk Speciaal Club laat Fokkers aan het woord. Sinds het begin van de vorige eeuw waren vader en grootvader Pluim al belangrijke Lakenvelder Fokkers. We gaan op bezoek bij een fokker met meer dan 100 jaar ervaring. Ja. Nou, hier zit je bij mijn kippenvarm. Als kind zijnde zat ik al bij de Lakenvelders bij mijn grootvader. En dat is eigenlijk de vonk overgeslagen om er zelf ook mee verder te gaan. Vanaf 1964 ben ik zelf begonnen. Maar ze zaten al vanaf 1921 zaten ze al in de familie. Maar binnen enkele jaren verder hebben we ze 100 jaar in de familie. Deze beker heeft mijn grootvader gewonnen in 1937. En toen was hij de officiële winnaar, maar dit was een wisselbeker. Je hebt voor een kip heb je nodig een vierkante meter oppervlakte. Voor één kip. Dus je moet naar zoveel kippen, dan moet je ook naar die aantal vierkante meters. Daarin heb ik altijd twee hennen bij een haan zitten. Maar de haan gaat s'avonds over naar het andere hok. Dan mag hij naar de andere dames toe. En dan, maar op een gegeven moment weet die haan dat precies. Dus ik probeer ik toch van 10 eieren van elke hen te krijgen. Ja, wanneer ik ze uit de broedmachine haal, dan kijk ik even naar die kuikens, maar alles blijft bij mij lopen. Totdat ze dus een week of 7, 8 zijn. En dan ga ik even pas sorteren van, je bent te donker, je bent te licht. Gaan we even boven kijken of daar de kuikens zitten daar. Zijn er mooie kuikens bij, zijn het wat donker, wat te licht. Als kuikens zijn ze niet aan te zien. En deze zijn een week of 4, 5. Bij deze kuikens zie je ook hele veel verschillende kleuren. De mooiste kleur is met een streep over de rug. En de borstje wat zwart en de kopje wat zwart. Onderdons zit er al op. Mooi grijs. Met de vleugelpennen kun je nog niks van zien. Maar hier komt toch een mooie zwarte nek wat tevoren. Nu ziet hij nog niet uit, maar ik denk dat hij ver komt. Want wat vindt u het mooiste aan de Lakenvelder? Nou, die tekening, hè, dat zwart-wit. En vooral net wat ik net zei in de gras. Zo buiten lopen, dat is een prachtig gezicht. Dan snap ik niet dat er zo weinig lakenfokkers zijn. Ja. Ja, je gaat ten eerste goed rondkijken bij fokkers en tentoonstellingen. Waar kan ik het beste mee? En dan ga je praten met de fokkers. En daar probeer je dus mee goed in contact te komen. En als je een goede fokker hebt, die helpt je altijd voort. Iedereen kan mij bellen. Ik leef gewoon van die kippen. Wanneer me iemand belt, nou, ze vragen maar. Ze krijgen overal een antwoord op. Ja, mooi. Dank u wel. Ja, graag gedaan.